Veilig de ramen zien te... Zo, deuren struiten hier. Oh ja. Ah zo ja. Ah zo ja. Goed, AC. Tweede TS ter plaatse. Wij gaan het hier oppakken. En nu wordt nader van mij. Ik hoor wel iets, ja. Ah, oh, hier ja. Nou, hier zou het moeten zijn. Dus we zijn meteen opgeroepen voor een nieuwe melding. Prioriteit 1. Autobrand. Copy dispatch. En dan weer uit voor een rea. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP voor en morgen. Vandaag op pad met de brandweer vier, met zijn viertjes. Hier staat een zieke Audi RS6 getuned ABT. Ja, gewoon dikke bak. Shoutout naar de maker, geen idee wie. Hier staat onze TS vandaag en daar houdt het ook bij op. Voor de rest is alles nog Amerikaans. Ik heb de eer gekregen om Los Santos Rescue Division 1.0 te mogen testen. Maar die doet het niet bij mij. Dus ja, flikker dan maar op. Nee, geintje. Ja, stiekem wel. Want hij verstaat me toch niet. Maar ja, dan zegt hij van ja, dan moet je dit doen. En dan doe ik dat. En dan doet hij het nog niet. Dus laat dan maar zitten. Dan doen we gewoon lekker met de 0.9 of 1 of zoiets. Dus we gaan het op ons af laten komen. De TS voor vandaag. We zullen even kijken of blauw die überhaupt doet. Blauw doet het. Nou, voor de rest kennen jullie Los Santos Rescue Division wel, hè. Wij gaan er iets moois van maken vandaag. We gaan even kijken, hebben we nog water in de... Yes, dat hebben wij zeker. En dus nu wachten tot wij het kazernealarm horen. En als wij dat horen, dan weten we ook tot er een melding gaat komen. Dus dat gaat af voordat de melding überhaupt in beeld komt. Dus dat is wel gaaf. En dat komt uit zichzelf. Dus het is wachten. En wachten. Dus het kan zijn dat we ter plaatse een Amerikaanse brandweerauto tegenkomen. Als we een ambulance ter plaatse hebben, dan zal het gewoon een Nederlandse zijn. Maar voor de rest is het alles Amerikaans. Ja. Ik kan er niks anders van maken. Daar komt niets. Attention all units, citizens report, a serious MVA. Serious MVA. Oké. Park Boulevard, respond code 3. Goed heren. Eerste melding we vandaag, prioriteit UNOS. 10-4, copy that. Blauw aan. 53-31 uitgerukt, prio 1 voor een ongeval. Ik zie mijn collega rechts voor mij niet, ik hoop niet dat ik hem aanrijd. En vertrokken. Fire truck on scene. Brandweer al te plaatsen. Of er is al een TS of brandweerauto te plaatsen. Ik durf niet te zeggen wat voor een. Kan er zomaar een autoladder zijn. Of een OVD. Of de TS van de kazerne die hier iets verderop ligt. Dat kan natuurlijk ook. Pak de vrije baan. Dat is rechts. Maar we gaan wel linksop. Oh, dan raakten we in de slip. Maar niet uit, kan allemaal. En even kijken waar het is. We zien gewoon in een niet echt snelweg of zo. Meer in een woonwijk. Of in ieder geval een zijn hoofdweg in een woonwijk. Of net niet. Nou wacht, het is toch nog verder dan ik dacht. Oh, het is midden op de berg daar. Als ik goed mijn inschatting maak, die ziet mij niet. Even zo er langs, ik kom toch geen verkeer tegen. Ja, midden op de berg hier. Onverhard, komt wel er een auto vanaf. Dat kan betekenen dat de doorgang wel nog vrij is. Ja, lekker jongens. Ik ga natuurlijk niet openen, hè? Dat dacht ik al.
ze maken het je altijd zo makkelijk, hè. Zo, dat is fel. Dat is de zon natuurlijk. De zon komt op namelijk, want het is tijd dat de zon opkomt. Ik weet het begon niet hoe laat. Ja, de dienst begint om 7, dus dat zal nu ook wel zijn. Zo dan! Jeetje. Goed, oké. Okay. We hebben een ongeval met een ambu. De ambulance die is flink toegetakeld. En hoe? Even veilig de ramen zien te... Zo, deuren struit hier. Die motor hoort die hier. Die zit maar een beetje in de weg namelijk. Aan de kant. Spotman is hier aan de kant, vriend. Zo. Ja goed, de deuren zijn open. Even kijken of ik de achterdeur open krijg. Of er iemand in zit. Nee, er ligt niemand in. We hebben de personen bevrijd uit het voertuig. We kunnen geloof ik wel natuurlijk... Ja, er zal niemand gewond zijn. Ja, ze zullen wel gewond zijn. Maar goed. Het zijn niet echt mensen die in een ambulance thuis horen. Even kijken of de motorkap... eraf krijg, kunnen we even de accu onschadelijk maken. Dit is hier niet. Maakt niks uit. We hebben de deuren in ieder geval open gemaakt. Misschien waren ze bezig onderweg met die ambu om hem voor onderhoud weg te brengen. Want ik zie wel vaker mensen die geen ambu uniform aan hebben in een ambulance rijden. Ik ga hem ook geen oordelen over trekken. Personen zijn uit het voertuig, of zijn in ieder geval ja, uit het voertuig, laten we het daar maar even op houden. En ze worden nagekeken door de ambulance die nog ter plaatse komt. Maar dat gaan mijn collega's die nog steeds met de sirenes aanstaan oplossen. En wij gaan lekker retour kazerne. We hebben de eerste melding afgerond. Roger. Krijgen we automatisch de route richting de kazerne. Is dat een schaduw van een wolk of is dat uitlaat wat ik daar qua zwarte rook zag? Want dat zag er niet goed uit. We zien schaduw van een wolk. Zullen we gewoon inzetbaar voor het geval er meldingen binnenkomen. Het is zo met Los Santos Rescue Division 1.0, als die uit gaat komen, dat is puur 100% brandweer. Dus, voor de mensen die nu hem al aanvoelen komen, dan vervalt de ambu en de reddingsbrigade en de lijkschouwer. Jammer maar helaas pindakaas. Goed. Voor de ambu heb ik sowieso nog genoeg mods altijd in mijn game staan. En voor de reddingsbrigade en de, lijkschouwer niet. Maar ja, moeten we maar even kijken. Voorlopig werkt Los Santos 1.0 werkt voorlopig toch niet. Dus maar eens uit of ik nou wel of niet zeg. Maar als het gaat werken en het is volledig uit, want ik ben dus een van de testers, maar een YouTuber ben, mocht ik het al testen. Als het volledig uit is en ook voor mij werkt het, ja dan ga ik het natuurlijk wel overzetten. Want dan, ja, dan worden de branden vetter. Ik kan me toch niet verstaan. Maar de andere testers wel, want er zat geloof ik ook een Nederlander bij. Of ik zag in ieder geval iemand met een... de rapid responder van Amsterdam, die van team of van ministerie van mods, daar zag ik een foto van. Dus ik weet niet of die Nederlands is omdat hij die auto gebruikt of dat hij gewoon mooi vindt dat hij hem daarom gebruikt. Maar goed,
Ik weet niet wat ik wel en niet mag zeggen daarover voordat ik billenkoek krijg. In ieder geval, dit zal ik vast mogen zeggen. Ik zag al dat hij meldingen had gemaakt en dus ja, ingespand zeg maar, die volledig door de computer zijn opgelost. Dus stel je roept een TS op, die lost dat dan allemaal op. Dus kun je eventueel als OVDB, officier van dienst brandweer, kun je dan ook eens gaan een dienst draaien en dan gewoon tot hun het oplossen voor je. Attention all units, citizens report a fire on San Vitus Boulevard, respond code 3. Krijg een melding. We're heading over now. 10-4, copy that. Een brand in de metro. Fire truck on scene. We gaan hem meemaken of de rook al uit de putdeksels komt. Of dat het allemaal wel meevalt. Deze vind ik zo lelijk, je hoort daar iets van ruis of zo doorheen. Maar ja, Rotterdam die heeft wel zo'n gave luchthoorn waar ze dan aan zo'n koordje kunnen trekken. Dat was het stoplicht, rip stoplicht, niks te zien. Links zou het ergens moeten zijn. Oh ja, ah zo ja, ah zo ja. Goed, AC, tweede TS ter plaatse. Wij gaan het hier oppakken en nu wat nader van mij. Ah zo ja, schaal op middelbrand. De rook kan ook genoeg veroorzaken zeg maar. Masker op en daarmee bedoel ik door de hitte kan daar schade ontstaan. Dus we gaan al beginnen met hier alles een beetje te blussen. Iedereen van de collega's, jullie mogen fire gear omdoen. Dus hun doen fire gear om en dan mogen ze mij gaan volgen daarna als ze klaar zijn. Zo, fire gear om, follow me, oké. Okay. Hebben we hier de brand zover uit, hier is, oh. Ja, het wordt warm. Het beeld wordt een beetje groenig, dan weet je dat het warm wordt. De slang die hebben we oneindig qua lengte. Hier zitten nog allemaal mensen binnen, we schalen op naar een grip 1. Goed. Jullie kunnen naar buiten, ik zou snel naar buiten rennen. Is er nog ergens brand? Ik denk het eigenlijk niet, want de rook kwam van hier. Maar we gaan toch het hele metro station even kijken. Het is hier niet. Hier is wel wat paniek. Ik zie geen brand, ook geen rook. Hier ook niet. Goed, dan kunnen we maar op één manier achterkomen. Nou, even terug te lopen. En boven te kijken of de rook weg is. Als de rook helemaal weg is, weten we ook dat de brand helemaal weg is. Hier zie ik geen rook meer. Dus ik geef zijn naar brandmeester. Die grip 1 was wat overbodig, denk ik. Masker kan af. Ja, C-brandmeester, alles onder controle. Wij gaan met vervolg. Roger. Ja. Is er nog één iemand? Ik sta onder nog te chillen. Ik zal even aan de kant gaan voor die auto hier. Oh, sorry. Nou, ik ga even kijken waar die blijft. Hoi! Jij
volgen. Hier, kom. Attention all units. We have a civilian requiring assistance. Een olie lek. Del Perro Freeway, units respond code 3. Een Prio 1, ik vermoed eigenlijk een dienstverlening aan een voertuig. Waarbij het voertuig een vloeistof lekt. Dus ja, meestal herken je wel als je een olielek hebt. Dat is gewoon dik zwart. Het kan ook iets anders zijn, maar olie, dat zal je wel, dat herkent wel iedereen. En daarom geeft de melding ook al aan dat er een olielek is. En vandaar dat even denken. Ja, dus dat zal de melder ook wel correct hebben. Dat het om olie gaat. Kijk, als jij niet weet wat het is, dan zeg je niet, ja, ik heb hier een lek, het is olie. Maar nu herkent iedereen olie wel, denk ik. Alleen ik weet niet wat we met deze melding kunnen. Ik geloof dat we niet veel kunnen. Daarnaast staan en daarna kijken. En dat is het, geloof ik. Mijn wielen staan naar links. Mocht er iemand achterop mij knallen, dan rolt de auto niet richting het ongeval. Of ja, ongeval richting de melding, maar rolt hij naar daar. Zie je? Lekker bezig, Pik. Ik ga je de weg afzetten voordat hij nog een keer stoppen. Op mij knalt. Even kijken. Hallo mevrouw. Ongeluk gehad of... Hallo. Te zien willen. Start de auto nog? Hij start wel nog. Ik hoor wel iets, ja. Ah, oh, hier, ja. Oh god, ja. Dat is zeer vlambaar. Dat is geen olie. Dat is benzine. Of diesel of wat je ook hebt. Nou, even kijken of ik het kan stoppen. Maar uiteindelijk zal de auto gewoon tot stilstand komen. Omdat het leeg is. Ja, het is gestopt. Dus het lek is verholpen, mevrouw, maar ik, ja, je kunt zo niet verder rijden natuurlijk. Dus ik ga hier een takelwagen laten komen. En dan kunnen we weg vervolgen, of ja, dan kunnen we met de takelwagen mee rijden. Die brengt u naar een veilige plek. Maar zo zal hij niet meer rijden. Dus die gaan ze maken, dichtmaken het lek. En dan moeten we gaan tanken. Of er zal er wel een paar litertjes in worden gegooid om naar het tankstation te rijden en dan kunt u verder hoe heet het, kunt u verder de rest van de benzine of diesel erin gooien wat u ook heeft. Normaal gesproken zou ik dan, als de auto weg is, nog even wat bindingsmiddel eroverheen gooien, maar dat hebben we geloof ik niet, dus dat kan ik ook niet doen. Of hebben we dat wel? Nee, dat hebben we niet. Goed. De takelwagen zal er zo wel aankomen. Daar komt dan een politietakelwagen, maar die rijdt ook zomaar in het verkeer. Nee, dat zal allemaal zijn, denk ik. Ja, dat is. Hij zal die hem meenemen. Alleen die rijdt verkeerd. Lekker handig. Wij gaan de melding afsluiten. Copy that. Thank you.
Doei. Attention all units, citizens report a possible fire on Alter Street, respond code 3. Roger, dispatch, we are en route. Roger. Ze brand in een tunnel zijn. 301. Uiteraard, brand is bijna altijd prio 1, behalve een buitenbrand. Is daar een tunnel? Waar ik nu een rij, want ik ken de locatie. Dat is toch geen tunnel? Wat is hieronder? Ah, kut. Ik hoop niet dat er veel rook is te zien. Nee, daar kom je toch helemaal niet, joh. Ja, dat is hier. Oh. Ja, je kunt daar via hier de snelweg op. Ergens. Is dat niet hier onder die brug? Ja, moet ik nou onveilig gaan doen? Even snel, hè. Dat is hier zo. Hier lijkt goed te reageren, veilig. Dan gaan we hier even naar binnen. Bah. Nou, hier zou het moeten zijn. Maar geen brand te zien. Ik zal even hier snel verkennen. Oh, hij gooit me steeds meer naar voren. Nou. Attention all units, citizens reporting, medical aid requested on Adams Apple Boulevard, respond code 3. Roger that, I'm right here. Roger. Ik ga een melding, persoon niet aanspreekbaar, gevraagd vanuit de ambulance dienst om mee te rijden. Ambulance on scene. De ambulance is er ter plaatse. Dan gaan wij ook niemand nodig zijn. En een andere brandweerauto was ter plaatse. Ja, je kunt wel meerijden als de ambulance en een andere brandweerauto ter plaatse zijn, maar ja, dat heeft ook geen zin. Dus we zijn meteen opgeroepen voor een nieuwe melding, prioriteit 1, autobrand. Links vrij.
Ja, ter plaatse voor de TS. We gaan kijken, zou op de racebaan zijn. Of ja, ik weet nog steeds niet wat het is. Belangrijkste om even te kijken of hij erop staat. Ja, daar staat hij. Of dat hij ernaast staat, maar hij staat op de baan. Dat is een motor zo te zien. Goedendag meneer. Hallo. Brandweer. Had je al gezien denk ik. Laat me eens kijken. Denk. Dat kunnen ze niet doen. Oké, ik ga even de brandblusser weghalen. We gaan eens kijken met de toolbox wat we voor deze meneer kunnen betekenen. Hope we got here in time. Oh, sorry. Ja. Mooie koprol dat wel. Kun je die ook niet gebruiken bij de motor? Die kon je toch altijd wel eens? Ik dacht dat je bij deze melding de toolbox kon gebruiken, maar goed, dat kan dus niet. Op een bepaalde plek staan, nee. Nou goed, ik ga hem laten afslepen meneer. Die kan niet veilig verder rijden. Is niet echt officieel mijn taak, maar ja, ik politie komt niet zo te zien. Roger that. A ja? Tow truck en route to a white motocross bike on Vinewood Park. We gaan verder weer vandoor meneer. De beste. Succes verder. Edward King 572 Avator Avenue. We krijgen een melding in plaats van. Attention all units, citizens report, medical aid requested on Eclipse Boulevard, respond code 3. Copy dispatch. Dan weer uit voor een rea. Tweede rea van de dag, nu misschien wel als eerste te plaatsen. Ik ga nog meter nog. Hey, what Oké, okay, we hebben hier één persoon die dan spreekbaar reanimatie gaan we starten. AC eerste te plaatsen, dus graag wel ambitje te plaatsen. 10-4, copy that. Attention, tweede ambulance. Ambulance. Ambulance.
Eerste AMU is te plaatsen, tweede AMU rijdt daar ergens. Ondanks dat wij het niet mogen zeggen als brandweermannen, maakt mijn collega de conclusie dat het geen zin meer heeft. Dus wat hij zegt, we did everything by the book. We hebben alles gedaan hoe het in het boekje staat. Meer kunnen we niet doen. Dus wij gaan richting kazerne, waar we tot nu toe nog niet zijn geweest sinds de eerste uitruk. Dus een super drukke dienst. Ja, ik zou zeggen, ik zie jullie daar, maar er komt een maar bij. Voor nu is het einde video voor vandaag. Het zal nu, als ik op de kaart kijk, nou, 10:45 al. We hebben nog tot morgen vroeg 7 uur de tijd om meldingen te krijgen. We gaan nu terug naar de kazerne rijden. Dus speciaal voor jullie morgen deel 2 van deze hele drukke 24 uur dienst. Kijken wat we nog gaan krijgen. Ik zie jullie graag morgen.